Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag wil ik het hebben over dit rijtuig van Acme. Acme is een Italiaanse fabrikant. Ontwerpt zijn dingen in Milaan sinds 2001. Fabriceert in China. En hebben in ieder geval al in 2015 en 2016 een slaaprijtuig uitgebracht. Ik heb deze recent nieuw gekocht, dus ik denk dat ze een nieuwe lichting ervan hebben uitgebracht. Ik heb het nog niet opgezocht. Een van mijn projecten is de slaaprijtuig. Ik heb daarvoor al een aantal LS-models. En deze past daar ook in die hele serie. Wat mij opvalt aan dit slaaprijtuig is dat het zo ontzettend gedetailleerd is. Aan de binnenkant zijn de individuele coupés te zien en is hier zo de gang, de doorloopgang. En aan de andere kant zijn de slaapbedden en slaapplekken te zien. Ik zal dadelijk nog eens een foto maken van dichtbij. De beleiding en de tekst is haarscherp. En hier onderop er zitten allerlei kleine waarschuwingssymbolen, kleine rode pinnetjes. Alles ontzettend gedetailleerd, ontzettend fijn. Onderkant zit er al een heleboel op, maar er zit nog een onderdelenzakje bij. Daar zitten twee koppelingen in, plus nog het slangenwerk. En ik zie dat hier nog een ruimte is om iets te plaatsen. En ik ga ervan uit dat dat ook in het slangenzakje, in het onderdelenzakje zit. En anders ligt dat al ergens op mijn baan, want ja, ik heb er natuurlijk mee gereden. Er zitten nu even twee Fleischmann koppelingen op. Omdat dat prima kon koppelen met wat ik al had. De wielen hebben een stroompick-up. Maar naar mijn weten zit er geen verlichting in. Nou moet ik zeggen, ik heb niet goed opgelet of dat daadwerkelijk zo is. Maar ik denk dat als het erin had gezeten dat ik het wel had gezien. Betekent wel dat hier verlichting in te bouwen is. Voor de prijskwaliteit zal ik maar zeggen. Ik vond hem niet heel duur gezien de detaillering. Ik zie ze vaak gaan voor vergelijkbare wagons met vergelijkbaar gedetailleerd interieur en dergelijke voor toch wel wat meer. Deze is denk ik te krijgen voor onder de 70 euro. Rond de 65 denk ik. En zeker de recentere LS models begint bij 75 euro. Dus een bijzonder mooi model. Past bij de rest van de set die ik aan het opbouwen ben, al jaren aan het opbouwen ben en waarmee ik toch binnenkort eens iets mee moet gaan doen. Het model staat hier op de baan. Stroom staat erop, geen verlichting. Zoals ik al zei, ik had het wel gezien als het wel zo was. Het is handig dat de stroompicks, de pick-ups er al op zitten. Dan is het makkelijker om in te bouwen. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer waarbij nog wat wagons langskomen.